each of them opens to the initiate a deeper and deeper insight into the plan of evolution in all its variety, which is in the mind of the Logos of this planet, the great heavenly man whose body of expression this planet is. En elke inwijding opent de deur voor de ingewijden tot steeds dieper inzicht, een begrip van het plan van God, wat zich bevindt in het denken van de hemelse mens die deze planeet, waarvan deze planeet de lichaam van uitdrukking is. And through this evolutionary process of initiation, we gradually evolve, we change our consciousness, we also change our bodies. En door dit proces van inwijding, waardoor de evolutie ook plaatsvindt, groeien niet alleen in bewustzijn, maar verandert ook ons lichaam. As we take initiation after initiation after initiation, we expand our consciousness of reality. We understand more and more, we become more and more aware of the nature of life, the truth of life, in all its aspects. Naarmate we steeds weer volgende inleidingen nemen, krijgen we steeds meer begrip van de werkelijkheid. Leren we steeds meer de onderliggende werkelijkheid van het leven te begrijpen. And as you evolve, you draw into yourself energy from the soul. En naarmate we evolueren, op die manier trekken we steeds meer energie van de ziel naar ons toe. And this gradually, the nature of the soul is light, and therefore subatomic, and this draws into the physical body more and more subatomic energy, which reduces the atomic structure of the average physical body, until by the time the fifth initiation is taken, all the atomic energy is transformed into subatomic energy, and each of the masters has reached that point of evolution. They need no further incarnation on planet Earth. Door elke inwijding trekken we dus steeds meer energie van de ziel aan, ook in ons lichaam. En de aard van de ziel is licht. Waardoor met elke inwijding de samenstelling van ons lichaam verandert steeds meer uit subatomaire deeltjes gaat bestaan die de gewone atomaire samenstelling van het lichaam van de gemiddelde mens vervangt, totdat bij de vijfde inwijding het lichaam van de meester alleen maar uit licht bestaat, subatomaire licht. Now there are 14 masters living in the world. Momenteel bevinden zich 14 meesters in de wereld. Plus the master of all the masters, the Lord Maitreya himself. Plus de meester van alle meesters, de Heer Maitreya zelf. And this is the first time in human history that the teacher, the world teacher, has come himself into the world. Until now, in every age, it has been by overshadowing a disciple. En het is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid dat deze keer de wereldleraar zelf in de wereld gekomen is, in plaats van door overschaduwing van een discipel. And the Lord Maitreya descended not from heaven, as Christians would put him, but from the high Himalaya, some 6,000 meters up in the mountains. En de Heer Maitreya daalde af niet uit de hemel, waar de christenen hem zich voorstellen, maar vanuit zijn hoge verblijfplaats in de Himalaya, ongeveer 6000 meter hoog. He descended on the 8th of July 1977. Op 8 juli 1977 daalde hij af.
spent some days on the plane to acclimatize a body which he had been creating for himself for the previous 5 to 6 years. Hij bracht enkele dagen door om te acclimatiseren op de hoogvlakte. Daarmee kon het lichaam dat hij zichzelf voor zichzelf had geschapen acclimatiseren. Which this body is basic enough to allow him to live at our level in this physical world and all the vibration of that level, and yet sensitive enough to the higher vibration to bring in his consciousness as the Christ, as the Imam Mahdi, as Krishna, as whatever, Maitreya Buddha, whatever people are waiting for. These are all names for one and the same individual, the Lord Maitreya.